ook de laatste aflevering van onze serie van de 5 met embossingfolders. En ik ga vandaag een kaart maken waarbij ik gebruik maak van een embossingfolder met een daadwerkelijke afbeelding erin. Ik heb in de afgelopen afleveringen gebruik gemaakt van embossingfolders met vormen. Dus met swirls en blokjes en dergelijke. En op deze embossingfolder staat echt een afbeelding. En dat is voor een hoop mensen toch wel een struikelblok om deze te gebruiken. Dus ik ga een kaart maken waarbij ik dus laat zien dat het helemaal niet moeilijk is om dit soort folders te gebruiken. Dit is een hele leuke folder van Docrafts Papermania van de nieuwe serie Happy Days. En die staat helemaal in het teken, in dit geval met naaidingetjes en roosjes. En dat past ook echt perfect bij het papier wat ik gebruik in deze serie. Ik ga beginnen met de folder in eerste instantie gewoon door de cuttlebug heen te halen. Met een gewoon eenvoudig velletje karton, A5 formaat. Dus ik leg mijn papier ertussen. En dit gaat zo in zijn geheel door de cuttlebug heen. Ik heb mijn afbeelding erop staan. Nou zou ik dat zo op mijn kaart kunnen bevestigen, maar dat maakt het een beetje simpel en eenvoudig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een aantal stukjes papier uitgezocht. Het zijn gewoon restjes van het papier wat ik gebruikt heb voor mijn vorige kaarten. En die ga ik nog een keer door de embossingfolder halen. Maar dan leg ik het papier op de plekken waar ik dus... Hoe zeg ik dat? Het papier wil embossen. Dus ik heb voor de schaar het bruine papiertje uitgezocht. En ik wil dit gedeelte van de roos nog naar voren laten komen. Dus heb ik mooi rood papier uitgezocht. En deze drie kleuren zijn voor de knoopjes. Dus ik leg gewoon mijn papier ertussen. Op de plek waar het geëmbost moet worden. En dan gaat dit nog een keer door mijn embossingmachine heen. Het laatste papiertje is door de embossingmachine heen gegaan. Dus ik heb nu allemaal verschillende velletjes papier met geëmboste figuurtjes erop. Die leg ik even aan de kant, want daar ga ik straks mee verder. Ik pak even de crème kaart er weer bij. Dan gaan we daar even mee verder. Die ga ik zo meteen op maat snijden, zodat die op mijn kaart past. En ik pak even een mesje erbij. En in het midden namelijk zit een paspartout. En dat ga ik met een mesje eventjes netjes uitsnijden, zodat er een gaatje in het midden ontstaat. Ik heb mijn kaart even op maat gesneden en het passepartout is er helemaal uitgesneden. En heb ik uit het vel designpapier deze print gehaald. Dat is een meisje die een boek zit te lezen. En dat past heel precies mooi in het passepartout. Dus ik pak even een potloodje en dan teken ik even af waar ik hem ongeveer wil hebben. Dus de kaart komt tot hier. Hier een streepje zetten. Daar een streepje zetten. En dan knip ik met mijn schaar gewoon binnen de lijntjes. En dan weet ik in ieder geval dat het er niet onderuit komt steken. Zo. En dan pak ik wat lijm. En dan ga ik gewoon even aan de achterkant langs het passepartout met mijn lijm rollen. Meisje mooi precies in het midden. Zo. En dan pakken we de restjes papier er even bij die we hebben uitgestand zou ik zeggen, maar geëmbost hebben. En dan ga ik met een klein 3D schaartje al die figuurtjes allemaal even uitknippen. Al mijn onderdelen zijn nu uitgeknipt en die liggen al klaar. Ik heb het blaadje van het roosje ook nog even één keer gestanst, want ik vond het crème een beetje saai. Dus ik heb nog gewoon van een klein restje wat ik had het nog een keer door mijn stansmachine heen gehaald en daarna uitgeknipt. En het leek me wel leuk om als extra decoratie nog voor de knopen wat DMC te gebruiken. En dat knoop ik er dan doorheen en dan zijn het net echte knoopjes. Dus ik neem even een prikmatje en dan prik ik even alle gaatjes door. En dan maak ik eventjes een leuke decoratie met het DMC. Het
Ik heb een stukje DMC geknipt. En ik heb dat gesplitst in de draadjes van 3 en dan even op een naaldje gezet. En dan neem ik mijn vormpje en dan begin ik van achter. En dan ga ik naar de overkant van het gaatje. En dan ga ik hier weer naar voren. Kijk, het gaatje zit. Ja. En dan is het even friemelen, want dit draadje moet door dit gaatje. Even zorgen dat ik wat meer draad heb. Het grootste moeite is altijd om het draadje door het naaldje heen te krijgen. Oké, dat is gelukt. Dan ga ik weer via de achterkant naar de voorkant. En dan pak ik de 2 draadjes. En dan maak ik daar een klein knoopje in. Dat knip ik even af. En dat doe ik ook met de andere knoopjes. Oké, al mijn onderdelen zijn klaar. Ik heb op het kleine gele knoopje gewoon alleen even een draadje er doorheen geregen. En het met een plakkertje aan de achterkant vastgezet. Hop, hier blijven. Voordat we al die onderdelen op de kaart gaan plakken, plak ik eerst deze basiskaart op deze basiskaart. Dus we nemen gewoon wat lijm. En dan kan die hier mooi in het midden. En doordat allebei de kaarten dezelfde kleur hebben, geeft het een heel mooi rustig effect. Oké. En dan kan ik mijn onderdeeltjes gaan vastplakken. Dus ik begin met het schaartje. Dan doe ik even de grootste gedeeltes. Probeer ik even met het lijmrolletje te doen. Dan doe ik de kleine deeltjes met een quickie glue pen. Omdat ik daar met die lijmrollen toch niet bij kom. Dan komt het blaadje van het roosje. En het roosje doe ik met wat foamtape ophogen, zodat daar een ruimtelijk effect gaat ontstaan. Plek doen. Even een dopje op mijn lijmpen. Zo, dan beginnen we met de knoopjes. Eerst met de gele, want die ligt helemaal onderop. Ik heb nog een klein stukje ruimte overgelaten, dus ik heb hem niet helemaal precies uitgeknipt. Zodat ik ook weet waar de andere vormen doorlopen. Ik precies weet waar ik hem moet plakken. Dan komt de rode. Die doe ik ook gewoon met de lijmrollen vast plakken. En dan als laatste mijn beetje blauwe knoopje. Die gaat weer met een foamblokje.
zo. En dan is onze kaart helemaal klaar. En zo zie je dat je dus met dit soort vorm embossingfolders met afbeelding ook hele leuke kaarten kan maken. Dit was de laatste aflevering van onze serie van de 5 met embossingfolders. Ik heb alle kaarten die ik gemaakt heb deze week nog even voor me gelegd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb om ook aan de slag te gaan met de embossingfolders. Ik wens jullie heel veel succes en tot de volgende keer. Dag!